Het oud gemeentehuis van Werchter maakt plaats voor 27 assistentiewoningen. Dat zijn appartementen voor ouderen die nog zelfstandig wonen, maar altijd een beroep kunnen doen op onder meer verpleging en poetshulp. Het gebouw zou klaar zijn tegen de zomer van 2019. En een appartement kost gemiddeld €240.000. Voor de senioren in de gemeente Rotselaar zijn de extra woonvoorzieningen belangrijk. Want in minder dan 10 jaar tijd zullen er 1.065-plussers bijkomen. De gemeente beslist daarom nu al maatregelen te nemen. Wij zijn heel blij dat er eindelijk in Werchter ook voorzieningen zijn, voldoende grote voorzieningen, om ook senioren op te vangen. Want tot nu toe was er in Werchter eigenlijk maar 4 appartementjes van het OCMW voor senioren. Nu komen er ineens 27 assistentiewoningen bij. Maar niet alleen in Werchter is er een uitbreiding. Ook in het centrum van Rotselaar komen extra woningen voor ouderen. In Rotselaar is het zo dat er pas een vergunning is afgeleverd voor de bouw van 46 assistentiewoningen in het centrum, ook pal aan de kerk. Dus ook daar zullen de senioren van Rotselaar ook in hun eigen dorp kunnen blijven.